De Klander Meulen kwam er zaterdag niet best vanaf bij de AD koffietest. De koffie kreeg een 4. Klander Meulen kwam daardoor niet verder dan een 120ste plaats. Ik schijn een gave te hebben dat ik de smeerste koffie kan serveren. En dat 300 keer per dag, gemiddeld. Ik snap dat ze testen. Maar ik denk dat ze appels met peren vergelijken. Want een barista, die doet een hele lange tijd voordat hij een kopje koffie heeft gemaakt. Maar ik ben gewoon een horecabedrijf. Volgens het AD lopen klanten hier een risico en moeten zaken een defibrillator hebben. Ja, dat vind ik heel erg. Ik vind dat heel erg, dat is spotten met de gezondheid van de mensen. En dat kan je naar mijn idee niet doen. En al mijn klanten die hier gewoon regelmatig komen, die vinden dit ook niet kloppen. Als de ambulance nog niet is gebeld, bel dan eerst 112. Ja. Bij voorkeur met een mobiele telefoon. Zorg ervoor ik dat zal hem uitzetten, want zijn rug. Ik zie dat je hem lekker. Niet alleen de Klander Meulen scoort slecht, ook het merk is niet lekker. Maar daar is de vertegenwoordiger het niet mee eens. Nee, ze waren niet echt goed voorgelicht of in ieder geval geen vooronderzoek gedaan in deze. In ieder geval de manier waarop het natuurlijk ook gecommuniceerd werd in de krant. Maar toch we ook op een aantal punten stonden waar wij eigenlijk niet op de molen zitten, op de koffiemachine. Maar toch we wel met onze naam erbij stonden, dat vond ik ook heel verpand. We worden als puur als koffiebrander genoemd, terwijl we eigenlijk gewoon een concept zijn van een koffiebrander. En een van onze andere concepten, die staat een stuk hoger. Alleen ja, dat wordt een beetje door elkaar heen gegooid. En volgens ons ook wel de persoonlijke mening van een journalist die ook wel daarin meespreekt. Opmerkelijk is wel dat hetzelfde merk koffie dat de Klander Meulen gebruikt binnenkort wordt geschonken op een personeelsbijeenkomst van het AD.